Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 september 2015. Dit is het bulletin van maandag. Volgens onder andere PI4RAZ.nl loopt er in de VS momenteel een wetsvoorstel van de FCC dat het gebruik van vrije en open source software op grote schaal aan banden dreigt te leggen. Ik citeer PI4RAZ.nl: op dit moment overweegt de Amerikaanse uitvoering van het AT, de FCC, een voorstel waarin fabrikanten worden verplicht om te voorkomen dat computerapparatuur, routers, pc's, telefoons gemodificeerd kunnen worden indien deze voorzien zijn van een modulaire draadloze radio of een elektronisch label, NFC-chips. De regels zouden er als volgt uit moeten gaan zien: beperk het installeren van alternatieve operatiesystemen op je pc zoals GNU, Linux, OpenBSD, FreeBSD, etc. Voorkom onderzoek naar geavanceerde draadloze technieken zoals met mesh-netwerken en bufferbloot oplossingen. Verban installatie van custom firmware op je Android-telefoon. Ontmoedig de ontwikkeling van alternatieve gratis open source wifi firmware zoals OpenWRT. Bestrijd de mogelijkheden die radioamateurs hebben tot het opzetten van hoogvermogen mesh-netwerken ter ondersteuning van hulpverleners tijdens rampen. Voorkom dat wederverkopers firmware kunnen installeren op routers, zoals voor retail, wifi, hotspots of VPN's, zonder in te stemmen met wat voor voorwaarden een fabrikant daaraan kiest te stellen. De FCC vraagt momenteel commentaar op dit voorstel en in Amerika wordt dan ook opgeroepen om aan de FCC uit te leggen dat je toch graag zelf wilt uitmaken wat je met je apparaten doet. Dit soort voorstellen zijn uiteraard de bijl aan de wortel van waar radioamateurs voor staan: experimenteren en ontdekken. Kennelijk vindt de FCC dat het gewone volk te dom is om zich met dit soort technieken in te laten. Er kan geprotesteerd worden tot 9 oktober. Op pi4raz.nl staat onder andere een linkje waar het kan. Leden van de Ari Fidenza in Italië gaan de speciale roepnaam IO4ENG en IQ4 Foxtrot Echo activeren tijdens het zogenaamde Enigma-event. Dit meldt onder andere southgatearc.org. Het Enigma-event bestaat uit het uitwisselen van radioboodschappen via de ether die geëncrypt zijn met de Enigma-code uit de Tweede Wereldoorlog om het belang daarvan te onderstrepen voor de historie van de radiocommunicatie. Het Enigma-event is onderdeel van de Europese Researchers Night Events op 25 september, als een aantal initiatieven georganiseerd worden door Europese onderzoeksinstituten en culturele instituten. Er is ook een Enigma Award dat wordt uitgegeven in het kader van het Enigma-event. De activiteit daarvoor start al op zaterdag 12 september, aldus southgatearc.org. Agentschap Telecom heeft een document op haar website staan in het amateurgedeelte over hoe om te gaan met storingen. In 4 pagina's wordt tamelijk diep ingegaan op de ins en outs van EMC, zoals bijvoorbeeld storing die via geleiding wordt verspreid en storing die door uitstraling wordt verspreid. Het document begint met de vraag wat te verwachten als een antenne aan een ontvanger wordt gekoppeld. Het document bevat ook een aantal tips. Bijvoorbeeld, probeer een antenne zo hoog mogelijk te plaatsen. Direct rond de woning kan je een wolk van man-made noise verwachten die je niet op je antenne wilt ontvangen. Laat staan als je de antenne binnen het huis plaatst. Voor de korte golf is een magnetische antenne, een zogenaamde loopantenne, minder gevoelig voor elektrische storingen. Breedbandige ontvangers hebben nogal eens de eigenschap om te reageren op sterke signalen die net naast de gekozen frequentie zit. Doet het zich voor, dan kan filtering een oplossing bieden. Met behulp van DSP-techniek, audiofiltering, kan vaak de signaalschrapstoring op een audiosignaal geminimaliseerd worden. Ook zijn er apparaten in de handel die als het ware het stoorsignaal in tegenfase koppelen, zodat alleen het gewenste signaal overblijft. En dan nog een keer de site southgatearc.org. Die site hint aan een artikel in de Independent waarin staat dat piratenstations tegenwoordig van zeezenders naar koffietentjes en restaurants zijn verhuisd. De huidige radiorebellen zenden uit vanuit platenwinkels en restaurants en ze werken binnen de wetgeving. Online radiostations transformeren de Britse radiosector met hun gespecialiseerde kennis en hun unieke keuze van locaties. Bijvoorbeeld is Meat Transmission, die op internet uitzendt vanaf de bovenetage van een hamburgerrestaurant in Hoxton in Oost-Londen. Station trekt luisteraars vanuit zo'n 130 landen. Behalve aan de wet houden ze zich aan nog een paar regels, onder andere geen bongo's, geen hippies en geen Coldplay. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz en 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10 uur 30 op PI2NOS en om 14 uur 30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. Our weekend shows are in English, all other shows are in Dutch.